Deze coronacrisis zorgt voor bizarre tijden. Veel mensen zitten thuis omdat ze niet naar hun werk kunnen. Straten en treinen zijn uitgestorven. Winkelschappen zijn soms leeg. En ondertussen zijn mensen in de zorg dag en nacht keihard aan het werk om deze coronacrisis het hoofd te bieden. En heel veel mensen zijn nu in onzekerheid. Onzeker over hun inkomen, over hun baan. Ondernemers die zich erg zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. Dat zijn hele begrijpelijke zorgen, want de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen om de verspreiding van corona te stoppen, hebben gewoon een hele grote impact op onze economie. De afgelopen dagen zijn we met de coalitiepartijen, waaronder D66 en het kabinet, heel druk bezig geweest om een noodpakket voor de economie samen te stellen. En het kabinet presenteert die maatregelen vandaag. En die zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat je de uitbetaling van lonen of het terugval in inkomsten kan opvangen, zodat er tijdens deze tijdelijke coronacrisis niet permanente schade aan onze economie ontstaat. En dat betekent dat er een aantal maatregelen komen vanuit de overheid. En wat betekenen die nou concreet? Allereerst voor alle werkenden in Nederland. Als het bedrijf waar je werkt door corona hard wordt geraakt, echt veel procenten van de omzet verliest, dan staat de overheid straks klaar om een deel van de vaste lasten van je over te nemen. De uitbetaling van loon, maar voor kleine winkeliers wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar hulp bij het betalen van de huur. Dus als overheid die vaste lasten van ondernemers en werkgevers overnemen, dan worden werkgevers hopelijk niet gedwongen om mensen naar huis te sturen of te ontslaan. En daarmee een stukje zekerheid te bieden voor al die mensen die nu thuis zitten. Er zijn ook heel veel ZZP'ers die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat ze door de coronacrisis nu opdrachten mislopen of opdrachten niet meer hoeven uit te voeren. We gaan het voor ZZP'ers makkelijker maken om ondersteuning te krijgen bij je inkomsten. Dat als je nu een tijd wat minder opdrachten hebt vanwege die coronacrisis, je niet meteen zonder enige vorm van inkomen komt te zitten en daarmee thuis je eigen vaste lasten niet meer kan betalen. En zowel voor ZZP'ers als voor andere ondernemers geldt dat het makkelijker wordt om het betalen van je belastingen uit te stellen. Zodat je niet nu wordt gedwongen om die betalingen te doen, maar dat op een later moment kan doen zonder dat je daar van de Belastingdienst een boete voor krijgt. Dat geldt dus ook voor na ZZP'ers alle andere ondernemers. Dat het makkelijker wordt om op een ander moment je belastingen te betalen. Om op die manier de geldstromen binnen je bedrijf echt in te zetten voor je vaste lasten en het in dienst houden van je werknemers, in plaats van dat je dat geld gebruikt om de belasting aan de overheid te betalen. We kijken daarnaast ook of dat we samen met financiers en banken ervoor kunnen zorgen dat het ook de komende tijd gemakkelijk blijft om kredieten en financieringen te krijgen. De grootste zorg zit denk ik bij heel veel mensen met nulurencontracten. Dat zijn vaak ook mensen die werken in sectoren die nu hard worden geraakt, zoals de horeca. Ook voor mensen met nulurencontracten geldt dat werkgevers een beroep kunnen doen op hulp van de overheid om die salarissen gewoon door te blijven betalen. Tot 90% van de totale loonkosten van een bedrijf. Tot slot wil ik vooral mijn dank uitspreken aan al die mensen die werkzaam zijn in beroepen die nu cruciaal zijn om onze samenleving te redden uit deze coronacrisis. Ik heb zelf vandaag een foto gedeeld op Instagram van mijn nichtje Fleur die op een ambulance werkt. Een indrukwekkende foto van mijn nichtje samen met een collega die in beschermende pakken aan het werk zijn om coronapatiënten toch van de juiste zorg te voorzien. Maar ik vind het ook hartverwarmend om filmpjes voorbij te zien komen van leraren die in 2 dagen tijd speciale lespakketten hebben gemaakt, zodat kinderen die thuis zitten, studenten die thuis zitten, toch nog goed onderwijs kunnen volgen. Of studenten en andere mensen die even boodschappen doen voor oudere buren die nu niet in de mogelijkheid zijn om naar de supermarkt te gaan. Want alleen als we op deze manier lief zijn voor elkaar en elkaar een beetje helpen, kunnen we ook op een goede en fatsoenlijke manier uit deze crisis komen. En het economisch steunpakket dat het kabinet vandaag presenteert is een hele belangrijke stap om ervoor te zorgen dat deze coronacrisis niet tot permanente schade aan onze economie gaat leiden. Dat er niet allerlei mensen onnodig hun inkomen, hun baan verliezen of ondernemers onnodig hun zaak definitief moeten sluiten. Dit steunpakket is een tijdelijk pakket om ons door deze crisis heen te loodsen. En mocht er meer nodig zijn, dan zullen we dat natuurlijk ook de komende tijd met elkaar bekijken.
Ik ben nu vanuit huis aan het werk in Ubbergen. Ik ga morgen weer terug naar Den Haag, omdat we morgenmiddag met premier Rutte en verschillende ministers van het kabinet in debat gaan over de aanpak van de coronacrisis, de maatregelen die de afgelopen dagen zijn aangekondigd voor bijvoorbeeld scholen en horeca, en natuurlijk ook over het economisch steunpakket dat vandaag door het kabinet naar buiten is gebracht. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte en succes toe de komende tijd. En nogmaals, wees een beetje lief voor elkaar. Doei!